Doel van de 26-jarige Hongaar. En dan de laatste finalist uit China, Teng Haibin. Wereldkampioen 2003, Olympisch kampioen van Athene 2004. 26 jaar inmiddels. Let op zijn lichaamshouding, als een plank. Andere paardeinde. Op de beugel. Wenden, keren. Oh, oh, even de benen uit elkaar. Ja, dit is ongelooflijk, hè. Eén beugel. Nu gaat hij naar beide beugels. Komen de schaarbewegingen. Gaat naar de handstand. Oké, niet doorzwaaien alsjeblieft, want dan maak je een fout. Hij zit weer in het horizontale vlak nu. En Teng Haibin wandelt nog een keer over dat paard. Op de beugel nu. Oh, en ineens zit hij daar. Hoe is dat nu mogelijk? Ja, dan was hij zijn steun kwijt. Dan moeten we gaan letten op de handplaatsingen. Jongen, jongen, wat een finale zeg. Met zoveel grote fouten. Zoveel balansverstoringen. Tjoh, we hebben eigenlijk hebben we maar 3 oefeningen gezien zonder grote fouten. Van Berki, de Hongaar, van Thomasson, de Fransman en van Hetvégy, de Hongaar. Goed, hij is verder gegaan, deze Teng Haibin. Ja, en de Olympisch kampioen van Athene. Overdenk hier zijn zonde. Nou ja, zonde. Op een heel onverwacht moment. Ja. Laten we nog eens even kijken. Wat gebeurde er nou precies? Hier ging het allemaal nog voortreffelijk. Hij komt. Je moet er opletten als je op de beugel gaat komen. Kijk, hier staat zijn hand goed. Hij heeft het puntje, dat staat goed. Hier ook goed. Nou, ik kan u echt niet precies een verklaring geven waarom die daar uit balans was. Het spijt mij, ik kan dat niet duiden. Het is een onverwachte fout. Iets wat heel klein is, misschien is een polsgewricht van zijn linkerhand. En wat hij goed kan voelen, maar wat ik niet kan zien. Maar hoe het ook zij, 14.266 brengt hem niet hoger dan de 7e plek in de eindrangschikking. En dat is een gelijke score als de Sloveen Bertoncelli. Beide dus op de 7e plaats. En dan weten we 1 ding nu zeker. Dat de Hongaar Christian Berki zijn wereldtitel van Rotterdam hier prolongeert. En voor de 2e keer wereldkampioen wordt. En daarmee zich ook verzekerd van een Olympisch startbewijs op naam voor Londen. En dat zal hem nog veel meer een plezier doen. Want daar ligt het hoogste doel van een sportman. Christian Berki met 15.833. Een superieure score. Wereldkampioen 2011. En Thomasson, de Fransman, hij is hartstikke gelukkig. Hij is inderdaad 2e geworden en wint zilver. En het is toch nog de Brit Lewis Smith die met de bronzen medaille naar huis gaat. Deze man dus. Dat is de eindstand. En daarmee hebben we de conclusie van deze finale voltige. Krijgen we nog de titelkaart? Jawel, hier zien we het nog in beeld. Christian Berki uit Hongarije prolongeert zijn wereldtitel. 15.833. De Fransman Cyril Thomasson wint zilver. En de Brit Louis Smit de bronzen medaille. En dan is het moment daar dat we ons gaan opmaken voor de volgende finale bij de vrouwen. En dat is aan de brug met ongelijke liggers. En Verona van der Leur kan u daar het een en ander over uitleggen.